upgrading van de ICT-infrastructuur, beveiligingssystemen, als ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie, staan vandaag en morgen centraal op de Business Continuity Agility Conference. Deze wordt gehouden in de ballroom van Hotel Torarica. Aangezien de wereld zich in snel tempo ontwikkelt op technologisch gebied, hebben Surinaamse organisaties geen andere keus dan om mee te gaan met de ontwikkelingen. Een ander gevaar is dat instanties het doelwit worden van cybercriminelen. De afgelopen maanden zijn meerdere Surinaamse bedrijven geconfronteerd met deze harde realiteit. De wereldeconomie leidt jaarlijks ongeveer $400 miljard aan verliezen als gevolg van cyberaanvallen. Gevestigde namen in de computerwereld zullen op deze bijeenkomst, georganiseerd door Integrated Computer Services NV, presentaties houden over hun laatste producten. Surinaamse organisaties kunnen met die producten en diensten hun operationele kosten verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van hun bedrijfsvoering verbeteren. Aantal geselecteerde juridisch-wetenschappelijke artikelen is de titel van het boekwerk dat door André Sahib Lal is uitgegeven. Sahib Lal is jurist en rechtswetenschapper. Hij is gepensioneerd directeur van Justitie en Politie, oud-hoofddocent rechten van de ADECUS en vroegere juridisch adviseur van het Surinaamse Rode Kruis. Hij heeft in vele overheidscommissies gezeten, waaronder de Commissie Uitgifte Surinaamse Jurisprudentie. Sahib Lal heeft in eigen beheer het boekwerk uitgegeven. Afgelopen vrijdag heeft hij tijdens een kleine bijeenkomst in de conferentiezaal van Shadin het boek gepresenteerd. Enkele geselecteerden mochten uit handen van de schrijver zijn pennenvrucht in ontvangst nemen. Een groep van mijn prominente oud-studenten van ADEP Universiteit. Let wel, prominent, er zijn zoveel. Ik moest keuze doen, het was moeilijk voor mij. Nachten moest ik erover slapen. En een groep van familieleden en vrienden. Ik heb veel gepubliceerd. En de tijd was te kort om aan al die artikelen te komen. Bovendien, ik had een aantal artikelen in mijn computer bewaard. Maar ja, het waren oude artikelen en ze waren toch mooi. Maar er is toen de tijd een virus gegaan. En helaas zijn heel wat dingen verdwenen. En die kon ik dus niet vinden. Maar in ieder geval, ik heb toch uit andere artikelen geselecteerd. Sommige waren al verschenen, andere niet. En, maar het is divers. Dus bijna op verschillend gebied. Op mensenrechten, vrouwenhandel, ook over de good government, best practice. Mensenrechten heb ik al gezegd. En zo, ja, wat belangrijk is, alle soorten van samenlevingsvormen die in de wereld voorkomen. Dus ik heb uitgezocht alle soorten van, dus niet alleen huwelijk, maar ook huwelijk tussen man en vrouw en zo, en divers. Het is wel leerrijk. Sahib Lal zegt dat hij dit boek heeft uitgegeven na veel verzoeken van zijn oud-studenten. Ook hebben zijn kleinzonen hem geïnspireerd om artikelen te verzamelen en te publiceren. De schrijver geeft aan dat hij nagenoeg alle ministers van Justitie heeft geadviseerd. En ook aangehaald dat ik vanaf 1963 alle ministers van Justitie en Politie met mijn juridisch adviezen gewild of niet gewild uitgebracht heb. Sommigen hebben gebruik van gemaakt, anderen waren een beetje arrogant, maar ik deed het kosteloos. Het is in het belang van mijn land geweest. En tot nu toe, ik ben apolitiek. Ik heb vrienden onder alle partijen. En als ze moet vragen, breng ik precies objectief advies uit. Dat was André Sahib Lal, die afgelopen vrijdag het boekwerk Aantal geselecteerde juridische wetenschappelijke artikelen heeft gepresenteerd. Het volledige gesprek met Sahib Lal, die binnenkort zijn 90ste geboortedag herdenkt, krijgt u volgende week woensdag te zien in het programma In Gesprek Met.